Welkom allemaal bij Deltares. Het is vandaag landelijke Girls Day. En straks over een kwartiertje komen hier 25 meiden op bezoek met hun leraren. En gaan we ze een leuke programma voorschotelen. Nou, mijn naam is Goitje de Vries. Ik werk nu zo'n 8 jaar bij Deltares en ik ben waterwonderenambassadeur. En we proberen jongeren enthousiast te maken voor de techniek. Hartstikke leuk dat jullie hier allemaal zijn. En we willen jullie graag laten zien wat we hier bij Deltares allemaal doen. En jullie ook meenemen in de dag, ook richting de faciliteiten waar we grote proeven doen. Dus dan krijgen jullie allemaal een kijkje in de keuken. Hey, het is vandaag Girls Day en dat betekent dat is een speciale dag voor meisjes om kennis te maken met beta-wetenschappen, techniek en ICT. En er gaan heel veel meisjes op bezoek vandaag bij technische bedrijven. En dat gebeurt niet alleen hier, maar dat gebeurt door heel Nederland. Waar ik jullie nog wel even op wil wijzen is dat je, als je na deze dag nog enthousiaster bent geraakt over de techniek en wat we allemaal doen, kijk dan vooral ook eens op waterwonderen.nl. Zelf ben ik waterwonderenambassadeur en die ambassadeurs proberen ervoor te zorgen om zoveel mogelijk jonge mensen enthousiast te maken voor de techniek. Er staat ook heel veel informatie over werken in de watersector en welke opleiding je er allemaal voor nodig hebt en wat die mensen allemaal doen. Dus het is best wel de moeite waard om daar even te kijken. We zijn klaar met de presentaties voor vandaag en we gaan op naar een rondleiding. De club meiden wordt in 2 groepen verdeeld en dan gaan we langs de faciliteiten van Deltares. Op naar de faciliteiten. Nou, hier zijn we in de modelhal. Hier hebben we de voorbereidingen al getroffen voor straks de doelopdracht voor de Girls Day. Er staan allemaal bakken klaar waar straks de meiden dijken gaan bouwen en kijken wie de sterkste dijk gaat bouwen. Daarnaast zijn we bezig om een proefje voor te bereiden met de toren van Pisa, maar dat gaan jullie straks vanmiddag allemaal zien hoe dat gaat werken. Nou, laten we even naar beneden lopen om te kijken hoe de bakken eruit zien. Nou, hier staan de bakken klaar voor de doelopdracht. Hier gaan we straks dijken inbouwen met zand en met klei. Iedereen krijgt hier een brok klei en een bak met zand. En hier is de grote bak waar uiteindelijk de dijk in gebouwd gaat worden. Nou, aan één kant van de bak gaan we vullen met water. Die kant gaan we straks vullen met water als de dijkjes staan. En dan gaan we kijken welk team de hoogste dijk en de sterkste dijk gebouwd heeft. Hier wordt op dit moment een proef voorbereid die we vanmiddag gaan uitvoeren. Kun je raden wat we hier gaan doen? Hier zijn we bij de faciliteiten van Deltares. Daar zie je de school uit Leiden die een verhaal krijgt. En aan de andere kant de school uit Den Haag die vandaag op bezoek is bij Deltares. We zijn nu in de Geohal en we gaan beginnen aan het laatste onderdeel van de dag. En dat zijn de dijkenbouwen. Nou, de dames die gaan zich voorbereiden, krijgen een toelichting op hoe je het beste een dijkje kunt bouwen. En dan is het handen uit de mouwen en aan de slag. Niet schrikken, want het geeft wel een klap tegen deze in. Dit is drijfzand. Hier ligt het resultaat van de proef van de toren van Pisa. Wat er net gebeurde is dat er door de klap al het water omhoog kwam door de zandkorrels heen. En dat de toren van Pisa in het water zakte. Nou, aan de andere kant zijn we inmiddels gestart met het bouwen van de dijkjes in 6 teams. En over 15 minuten gaan we kijken wie het sterkste dijkje heeft gebouwd. Ja.
En de meiden staan er allemaal klaar voor. Schort om. Maak je een vlog? Ja. Ken je dat? Ja? Heb je een YouTube-kanaal? Nee. Voor waterwonderen maak ik een vlog. Dames, hebben jullie al een plan? Ja. Vertel. Kom ik in de vlog? Ja. Kom maar op. Om de maken en erop. Dus je gaat klei eronder doen en erop. Ja. En waarom? Dat is stevig. Dan gaat het water niet makkelijker heen. Oké. Okay. Denk ik. Ja. Nou, zet hem op. Dankjewel. Ja. Dames, hoe gaat het hier? We hebben veel meer water. Superleuke dag. Veel meiden enthousiast gemaakt voor de techniek. En hopelijk zie ik ze later bij de Altaris.